Komende zondag om 16:45 speelt FC Groningen de uitwedstrijd tegen Excelsior. De FC ging in de Eredivisie tot nu toe 16 keer op bezoek bij Excelsior en wist daar maar 4 keer te winnen. In 2007 won FC Groningen 2 keer. De eerste keer op 9 februari 2007. De eerste de beste mogelijkheid van de bezoekers, afgerond door Goran Loveren. In de tweede helft kwam Luis Suarez in de ploeg. Hij was net teruggevlogen uit Uruguay. Die lange bal op Cornelissen. Dros krijgt het per toeval op zijn rug. Suarez dan. Van Nieuwstad gebruikt zijn lichaam goed, maar zag Cornelissen over het hoofd. Voorzet, Suarez staat klaar, het is 2-0. Dan mag hij een jetlag hebben, maar 4 minuten na zijn entree bezorgt hij Groningen een 2-0 voorsprong. Op 23 september 2007 won FC Groningen opnieuw, nu met 1-3. Kruiswijk, lekker balletje op Meerdink. Die is sneller dan Piqué. En dan is het 2-1 omdat de niet te missen kans wordt geboden aan Mark Doesberg. Levchenko tegen Graafland. Pijloos binnengeschoten, 3-1 voor Groningen. Dat heel snel eigenlijk in de tweede helft nu toch de buit binnen lijkt te hebben. De laatste zege bij Excelsior werd alweer ruim 5 jaar geleden behaald. Op 23 maart 2012 besliste Lorenzo Burnett de wedstrijd. Zoeken naar een plekje om uit te halen. Andersson, een halve redding van de Ruiter. Die is gezien. Het wordt 1-0 voor FC Groningen door Lorenzo Burnett, de linkervleugelverdediger. Die heel attent reageert op een fout van de Ruiter die grote problemen heeft